Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag weer een peek inside, net als vorige week. En dit keer de Roco 63, even kijken, kan die de camera? De camera wil natuurlijk niet focussen. 63895, een NS 1823. In de originele verpakking. Met, even kijken waar ik het doosje ga laten. Met nog. Een heleboel onderdelen die nog ergens thuis horen. Deze heeft een paar keer gereden op mijn baan. En ik ben hier heel zuinig op. Ik vind het een hele mooie trein. Hij moet eigenlijk nog afgemaakt worden, lijkt het. En zolang ik geen echte baan heb, blijft hij ook in zijn mooie eigen verpakking zitten. Behalve voor vandaag, want ik ben wel benieuwd wat hierin zit, hoe die in elkaar zit en hoe makkelijk deze digitaal te maken is, wederom, want dat is toch waar ik de komende tijd het meeste mee bezig ga. Ook van deze, het is een hele zware trein. Het lijkt wel alsof ze er beton in gegoten hebben. Hij rijdt heerlijk. Trekt rustig op, reageert heel goed. Het zal de nieuwigheid zijn. Gaat er vanzelf af. Nou, om deze open te maken. Ik zie geen schroeven. En ik zou er toch ook niet zomaar iets tussenin durven steken om te kijken wat er gebeurt. Dus kijk, er zit hier wat speling in. Hier zit wel wat speling in. Ik denk dat ik beter even kan kijken hoe ik een Roco open kan maken voor ik hier iets kapot maak. Het antwoord schijnt te zijn tandenstokers. Je zou ze tussen de kap en het metaal moeten kunnen plaatsen. Waarna dat hij de kap loskomt. In het echt zijn deze gebaseerd op de Franse locomotief. En wat Roco hier heeft gedaan is, ze hebben ook hun ontwerp gebaseerd op de Franse locomotief. Met deze serie dusdanig dat zij de Franse locomotief hebben gepakt en daar hem in het Nederlands over hebben gespoten. Hoewel er wel degelijk kleine verschillen lijken te zijn. Dit is nog best een klusje. Ja, hier komt wel iets los, maar het kan niet de bedoeling zijn dat dat loskomt. Maar deze staat dus ook bekend om het moeilijke openmaken. Ik geloof dat ik hier, daar en hier zit volgens mij een kleine inkeping waar ik misschien achter kan komen. Dan hoop ik dat de tandenstokers het eerder begeven dan plastic. En dat de restjes hout niet tussen het plastic en het metaal blijven zitten. Nee, dit waar ik net op wees, dat is niet een punt waar die op vast zit. Dat is jammer. Hier wel, hier zit een. Is dat te zien? Kijken. Wil de camera nu wel focussen? Nee, geen zin om te focussen. Nou, maar daar zit dus een kleine inkeping die de kap op zijn plek houdt.
En dan komt hij los. Kijk aan. Oké. Nou, dat is leuk. Dit zijn dus nog gloeilampen. Kijken. Ja. Het zijn hele kleine gloeilampen. Hier zitten de staven, plastic staven, lichtgeleiders die de lampen aansturen. Zo, en aan deze kant zit er een kleine, eens kijken, een kleine filter op. Dat is heel erg slim gedaan. Dus als de lamp hier schijnt, kijk, hier zo schijnt. Laat hij naar deze kant en dan komt hij door de rode filter. Hier naar buiten. Naar de andere kant toe. Gaat hij naar de drie witte aan deze kant. En hetzelfde trucje aan de andere kant, maar dan gespiegeld. En op die manier kan deze heen en terug met gloeilampen toch de twee kleuren laten zien. Dat is slim gedaan. Erg grappig. Nou, ik had gehoopt dat deze digitaal te maken is, maar ik zie het zo niet. Wel zie ik dat er twee koperen pinnen zitten hier, die op deze twee pinnen hier uitkomen, zodat je hem vanaf de bovenleiding kunt voelen. En hier zit iets. Hoewel het formaat heeft van een plug, ja, nee, dit is, zie ik het goed? Kijk eens aan. Dat is een socket voor digitaal rijden. Dus mijn module die ik op dit moment hier buiten beeld heb liggen, kan ik hier inprikken en dan is deze hele trein in één keer digitaal. Qua ruimte past die precies hier onderdoor. En deze is dus digitaal voorbereid. En dit is een klein stukje plastic waar alle dingen goed zijn doorverbonden, zodat hij, als hij op analoge baan rijdt, gewoon de stroom rechtstreeks aanstuurt en de motor laat lopen. Nou, wat ik ga doen, ik wil toch meer decoders en ik heb gezien hoe lastig deze open te maken is. Auw. Ik haal mijn decoder eventjes uit. Een andere Roco, die een heel stuk eenvoudiger open te maken is. Dat is, even kijken, daar hebben we toch nog meer aan klussen. Zo. En ik ga hem hierin zetten. Hij is mooi geshrinkwrapped, dus ik kan hem precies ook hieronder neerleggen. Ik ga hem hierin bouwen en dan hoef ik hem er. Dan ga ik hem dicht doen en dan is deze digitaal en dan hoef ik er niet meer mee te gaan klussen later. Maar goh, hoe zou ik hem aan moeten sluiten? Dit is de stroompickup. Dit is ook voor de stroom. Hier zit ook nog het een en ander om. Ik denk te switchen tussen bovenleiding en rails. Dit is ook stroompick-up. Goed, dan kijk ik eventjes bij deze. Hetzelfde pick-up. En deze pin. Waar gaat deze heen? Oh, tracing, ja. Deze pin hier. Ze zit op de een van de pick-ups. De zwarte gaat naar van alles toe. Mijn gok zou zijn dat hij er zo in moet. En om daarachter te komen, dan zal ik hier eventjes de boel om moeten zetten, zodat ik digitaal kan rijden. Klein moment geduld alsjeblieft.
Zo, ik heb alle kabels omgelegd aangesloten. Ik heb spanning op de rail staan. Alles lijkt vast te zitten. En nu eens kijken of ik niks opblaas. Tot een beetje goed. De trein erbij pakken. We zitten. Oh, daar heb ik mij op aangesloten. Is dit nou het program track of niet? Ik hoop dat hij op het program track zit. Daar gaan we dan zo achter komen. Dus even zien. De throttle. Yes. Geef mij locomotief nummer 3, want daar staat hij nog op ingesteld. Ik denk dat ik op een andere track moet zitten. Release. Momentje. Ik denk dat die op de programming staat, op de mee moet staan. Of precies andersom. Even wat raden omwisselen. Eén ding is duidelijk, hij staat in ieder geval op de programming track. Hij is nu de decoder aan het uitlezen. Het feit dat hij hem uit kan lezen en de motor aan kan sturen, betekent eigenlijk dat het dus wel goed zit. Nu weet ik gewoon niet hoe ik deze ga laten trottelen, laten rijden op het programming track. Dat is natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling dat je zoiets doet. Ja, ach. Het is toch veel te leuk om dat wel te proberen. Nee, hij gaat niet rijden, maar hij is misschien wel goed ook. In dat geval moet ik wel even wat sleutelen. Ik wil toch wel eigenlijk weten of hij het doet. Eerst even de stroom eraf. Want dit is genoeg om pijn te doen. Ik zal ook de locomotief ervan afhalen. Als ik dan ergens iets verkeerd doe, dan doe ik mijn eigen pijn. En dan overleeft die locomotief het misschien nog. Ik moet hier eigenlijk gewoon meer kabels aan gaan maken. Switch ertussen. Ik kan wisselen tussen programming, main en analoog. Maar dat suggereert weer dat ik iets in elkaar moet gaan zetten. Eigenlijk schroef ik dan gewoon liever. Zo. Nu is het programming track het main track geworden. En kijken. Oh, stroom op de baan. Ja, stroom op de baan. Reverse. Ja, helemaal prima. Deze ga ik erin bouwen. Want wat een ellende om de dingen open te maken. Dan gaat, deze ga ik dan gewoon even op analoog zetten. Dus dan toch die brug hier nog heb liggen. Zo. De onderdelen die er nog bij horen. Goed. Deze gaat. Ik zit een beetje met deze losse. Dit is de extra functie draad. Hij is exposed. Dat vind ik niet zo heel fijn. Dus die gaan we even een klein stukje korter maken. Zo. Dan durf ik hem nog wel los te laten liggen. Zo. Dan steken we deze
Hier ook nog onder. Ik denk dat dat net gaat passen. Zou ik nog uitmaken of ik hem rechtsom of linksom op ga doen? Vast wel. Oh, echt wat een. Wat zit dit ding ontzettend strak omheen, zeg. Goed, klik. Oh nee, hier zit toch iets tegen de behuizing aan te drukken. Dan met even de pantograaf weer terug. Even zien of dit te zien is. Die staat haast niet te zien, maar hij staat hier bol aan deze kant. Dan ga ik hier nog even een tandenstoker tussen zetten. Dat is 1. En dat is 2, dat is een hele makkelijke. En dan hoop ik hem weer open te krijgen. Oh. En dan hoop ik ook dat de scheve pantograaf nog even vast blijft zitten. Ja, daar gaan we weer. Iets te veel kabels. Eens kijken, kan ik hem ook nog zo opleggen? Ik hoop dat er genoeg ruimte is in de kap als ik het zo doe. Hij staat niet bol. Hij zit vast. Hij staat op programming track. Eventjes zorgen dat alles stilstaat voordat die trein er als een malle vandoor gaat. De trein staat. Ja, daar mag jij niet heen. En ik kan hem digitaal besturen. Ja, oh. Zo, eens kijken of ik die lampen ook nog kan bedienen. Ah, daar moet ik even zoeken welke functie dat is. Misschien het lichtknopje. Of misschien ook niet. Ik heb geen lampen meer. Dat is jammer. Maar voor de rest. Ben ik er eigenlijk wel heel blij mee. Even zoeken wat er aan de hand is met de lampen. Ik denk dat ze dat bedoelen met de decoder inregelen. Ja, ik vermoed het wel. Daar kun je niet doorheen. Oh, echt. Treinen. Goed. Hij doet het. Voor het grootste deel. Ik ga even kijken met de lampen. Maar die decode gaat er niet meer uit. Dat weet ik wel, want daar ben ik heel blij mee. En nu nog eens even kijken waar ik decoders kan vinden voor allemaal andere projecten. Mocht iemand nog ideeën hebben, laat het me weten. Mocht je nog treinen hebben waar ik iets mee moet, of
ideeën van oude spullen of iets dergelijks, laat me weten in de comments. Ik kijk er graag naar, zeker als ik het eraan kan komen. Haal het uit elkaar, kijk hoe het van binnen zit, kijken wat je ermee kunt. Goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.